Dernbach in het Westerwald. De autosloperij van de gebroeders Ludolf is anders dan andere Duitse autosloperijen. Al tientallen jaren worden hier miljoenen onderdelen opgeslagen volgens het stapelprincipe. Elk van de vier gebroeders Ludolf heeft zijn eigen taak in het bedrijf. Zoals altijd doet versierder Uwe het zwaardere sloopwerk. De altijd zwaarmoedige Günther zorgt voor de klanten. Manfred is kind gebleven en dol op techniek. En Peter met zijn computerbrein weet altijd precies waar elk onderdeel zich in de loods bevindt. Tenminste, dat beweert hij.